Waarom zou je nog duizenden euro's extra uitgeven aan nieuwe lenzen als dit stukje software ervoor zorgt dat je eigenlijk dezelfde resultaten kan bereiken? En of het dan gaat over nieuwe lenzen, over oude lenzen, dit stukje software analyseert aan de hand van je camera en je lens wat de zwakheden zijn van die combinatie en die optimaliseert die. Hoe die dat doet, wat er gebeurt en wat de resultaten zijn ga ik jou vertellen in deze video. Blijf vooral kijken. Vind je dit soort video's leuk? Abonneer dan op dit kanaal, zet de notificatiebel aan en mis niets van nieuwe video's. Goed beste mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Roy Poots en vandaag gaan we samen kennis maken met de nieuwste versie van DxO PureRAW. Een paar jaar geleden heb ik de software zelf aangeschaft, dat was PureRAW 2 en nu heeft DxO dus versie 4 uitgebracht. En aangezien ik een groot fan ben van deze software en het vrijwel in al mijn foto's gebruik, leek het me een goed idee om deze kennis met jullie te delen. Maar voordat we verder kennis gaan maken met DXO Purewall, wil ik graag een korte disclaimer toevoegen. Want het is belangrijk om te benadrukken dat ik op geen enkele manier een vergoeding heb ontvangen van DXO. En zij hebben ook niets van tevoren gezien. Dus alles wat ik hier deel is gebaseerd op mijn eigen ervaring en onderzoek. Laten we daarom zonder enige belemmering doorgaan en ontdekken wat DXO Purewall te bieden heeft. Een van de meest indrukwekkende aspecten van DXO Purewall. Is de baanbrekende AI-technologie die het hanteert om ruis te elimineren. Deze AI is namelijk getraind met een immense hoeveelheid afbeeldingen waardoor het in staat is om ruis te detecteren en te verwijderen zonder enig verlies van fijne details in je foto's. Naast deze geavanceerde ruisreductie maakt PureRAW gebruik van geavanceerde tools voor het corrigeren van lensonscherpte waardoor zelfs de randen van je foto's haarscherp worden. Elke combinatie van camera en lens heeft zijn eigen specifieke lensprofiel binnen PureRAW, wat zorgt voor een optimale correctie van beeldfouten. Wanneer je een foto in detecteert de software automatisch de gebruikte combinatie van camera en lens. En indien nodig, kun je via de DXO Optics Modules het juiste lensprofiel downloaden. Deze aanpak verzekert een nauwkeurige en consistente correctie van je beelden. Na het verwerken van je foto's heb je de mogelijkheid om ze op te slaan als DNG-bestanden, waardoor je je eigen rolbestanden onaangetast blijven. Als een toegewijde pixelpieper vind ik het altijd mooi om te zien hoe de verbeteringen zichtbaar zijn na de verwerking. Vervolgens kun je de verbeterde foto naadloos importeren in Lightroom, waar ze dienen als een nieuwe basis om verder mee te bewerken. We beginnen bij het openen van de software en je zult meteen opmerken dat de interface clean en eenvoudig is zonder overweldigende hoeveelheid knoppen of instellingen. Dit maakt het makkelijk om te starten, zelfs voor het absolute beginnen. Vervolgens slepen we een foto naar de software. PureRoll springt direct in actie door het type camera en lens te herkennen die gebruikt zijn voor deze foto. En dit is cruciaal omdat het de basis legt voor de geavanceerde correcties die gaan komen. Nu zijn we aangekomen bij het hart van het proces: de ruisreductie en de lenscorrectie. Met slechts één klik analyseert PureRoll je foto en past het de noodzakelijke correcties toe. Het mooie hiervan is dat je geen expert hoeft te zijn in fotobewerking om de beste resultaten te krijgen. De software doet het zware werk voor jou. Als de verwerking eenmaal voltooid is laat ik je het verschil zien tussen het origineel en de verbeterde foto. Het is belangrijk om te zien hoe behoudend PureRAW is met de details in je foto terwijl je de ruis vermindert en de algehele scherpte verbetert. Tot slot slaan we de foto op. PureRAW biedt de optie om de bewerkte foto als een DNG bestand te exporteren waardoor het originele RAW bestand onaangetast blijft. Dit betekent dat je altijd terug kunt keren naar de originele foto indien nodig. Ik was er altijd wel redelijk van overtuigd dat mijn foto's scherp waren, vooral als ik terugkijk naar de beelden die ik in het verleden heb gemaakt. Met mijn Canon 5D Mark II full frame spiegelreflexcamera en glazen van L-lenzen leek de wereld nog nooit zo scherp te zijn geweest. Dit was zo'n 10 tot 12 jaar geleden en zoals altijd blijft de fotografie-industrie zich ontwikkelen. Maar wanneer ik deze oude foto's dus nu opzoek en vergelijk in Puril, lijkt het bijna alsof ik destijds verkeerd heb gefocust. Met deze software kan je je hele archief. Nieuw leven inblazen, waardoor het lijkt alsof de beelden recentelijk zijn geschoten. Hoewel het verschil het meest opvalt bij oudere camera's, is de software ook buitengewoon effectief bij foto's van nu met hedendaagse camera's. In feite maak ik bij vrijwel al mijn fotosessies gebruik van Pure Het is verbluffend om te zien dat zelfs foto's gemaakt met een recente 61 megapixel sensor nog steeds verbeterd kunnen worden. PureL is een krachtig instrument dat niet alleen ruis verwijdert, maar ook andere optische tekortkomingen corrigeert, zoals chromatische aberratie, lens lenssoftness en lensvervorming. Hierdoor kunnen zelfs foto's met minimale ruis verbeterd worden om uitstekende resultaten te bereiken. Bij het verwerken van foto's met extreme ISO-waarden wordt het verschil nog duidelijker omdat PureRAW in staat is om zelfs bij hoge ruisniveaus opmerkelijke verbeteringen te bieden, waardoor ogenschijnlijk onbruikbare foto's ineens weer bruikbaar worden. Echter, het blijft aan te raden om extreme ISO-waarden alleen te gebruiken wanneer het absoluut noodzakelijk is, omdat het ideale scenario altijd is om met lage ISO-waarden te fotograferen voor de meest optimale beeldkwaliteit. De DXO Optics modules breiden hun ondersteuning verder uit met specifieke lensprofielen voor zowel drones als smartphones, waardoor de kracht van Roll ook toegankelijk is voor deze moderne en veelgebruikte apparaten. De uitdagingen die komen kijken bij het fotograferen met drones worden aanzienlijk verminderd dankzij PureRoll. Fotografen die liever vanuit de lucht fotograferen, worden vaak geconfronteerd met variabele lichtomstandigheden van veel middagzon. Tot een zachte gloed in de scheenbreng en bewegingsgrondscherpte door de beweging van de drone zelf. Maar Pure Raw biedt een oplossing door de scherpte en de helderheid van de vastgelegde beelden aanzienlijk te verbeteren. Waardoor foto's die voorheen als onscherp of te donker werden beschouwd, ineens getransformeerd worden in werken van opvallende helderheid en detail. Voor de smartphone gebruikers, wiens toestellen steeds vaker dienen als hun primaire camera voor zowel persoonlijk als professioneel gebruik. Is Pura ook een gamechanger? De beperkingen van de kleinere sensoren in smartphones, zoals verhoogde ruis bij weinig licht en minder detail in schaduw en hooglichten. Kunnen de kwaliteit van de foto's negatief beïnvloeden? En met Pure Raw kunnen deze beperkingen worden aangepakt door niet alleen de ruis te verminderen, maar ook door lensfouten te corrigeren. Dit leidt tot foto's die niet alleen helderder zijn, maar ook een hoger niveau van detail- en kleurnauwkeurigheid vertonen. Zelfs in situaties met weinig licht, waar smartphones traditioneel moeite mee hebben, kan Pure Raw jou helpen om heldere, gedetailleerde beelden te produceren die dichter bij de kwaliteit van DSLR's en spiegelloze camera's komen. Pural is ontwikkeld voor een divers publiek binnen de fotografie: van professionals die op zoek zijn naar uitzonderlijke beeldkwaliteit voor hun portfolio's tot enthousiaste amateurs die hun fotografische vaardigheden willen verbeteren. Het softwareprogramma richt zich op het verminderen van digitale ruis en het corrigeren van optische tekortkomingen. Dit maakt het een waardevolle toevoeging voor iedereen die met digitale beelden werkt, ongeacht het type camera of lens dat wordt gebruikt. Professionele fotografen vinden in PureRaw een krachtig hulpmiddel om de kwaliteit van hun werk te verbeteren, vooral in situaties met weinig licht of wanneer de ISO-waarden te hoog zijn. Amateurs en hobbyisten zullen waarderen hoe PureRoad hun foto's naar een hoger niveau kan tillen, zelfs als ze worden genomen met minder geavanceerde camera's of smartphones. Daarnaast kunnen gebruikers van drones die beelden vastleggen onder uitdagende omstandigheden, zoals wisselende omstandigheden of op grote hoogte, ook aanzienlijke voordelen ondervinden van de verbeteringen die PureRoad biedt. Hoewel PureRoll onmiskenbaar voordelen biedt voor de verbetering van de beeldkwaliteit, zijn er enkele overwegingen die gebruikers in gedachten moeten houden. Ten eerste, de kosten van het softwarepakket kunnen voor sommige gebruikers een drempel vormen, vooral voor hobbyisten of amateurs die slechts af en toe fotografie beoefenen. PureRoll is een eenmalige aankoop. Wat een bijkomende uitgave is, bovenop de reeds geïnvesteerde bedragen in cameraapparatuur en accessoires. Bovendien, terwijl Purel excellente resultaten levert in het verminderen van reis en het corrigeren van optische fouten, kan het gebruiken van soms leiden tot een onnatuurlijk oogend beeld dat te schoon of te kunstmatig lijkt. Dit is vooral het geval bij extreme correcties, waarbij het behoud van de textuur en sfeer van de foto een uitdaging kan worden. Fotografen die een bepaald esthetiek. Of ruwe uiterlijk in de werk prefereren, kunnen dit zien als een beperking. Daarnaast kunnen de vereisten voor systeembronnen en opslag natuurlijk niet worden genegeerd. Pural is een krachtig programma dat aanzienlijke rekenkracht vereist om snel en efficiënt te werken. Vooral bij het verwerken van grote aantallen foto's of beelden met hoge resolutie. Gebruikers met oudere computers of beperkte opslagruimte kunnen merken dat hun systeem traag geworden of onvoldoende zijn om de software soepel te laten draaien. Tot slot is er het aspect van compatibiliteit en ondersteuning voor de nieuwste camera's en lenzen. En hoewel DxO regelmatig updates uitbrengt voor PureRoll, kan er enige vertraging zijn voor de ondersteuning voor de allernieuwste apparatuur. Fotografen die graag de allernieuwste technologieën gebruiken, kunnen hierdoor in een vroeg stadium beperkt worden in hun gebruik van PureRoll. PureRAW onthult zich als een essentieel hulpmiddel voor fotografen die streven naar de hoogste beeldkwaliteit, ongeacht het apparaat dat ze gebruiken. Door de geavanceerde technologieën, voorreisreductie en correctie voor optische tekortkomingen, tilt PureRAW de mogelijkheden van zowel professionele camera's als de meer toegankelijke drones en smartphones naar een nieuw niveau. Het stelt gebruikers in staat om de grenzen van hun apparatuur te verleggen en beelden te produceren die voorheen buiten hun bereik lagen. Of dit nu is door beperkingen van de hardware of de omstandigheden waaronder de foto's genomen. Hoewel PureRoll geen wondermiddel is dat elke situatie kan corrigeren, biedt het een aanzienlijke verbetering in veel voorkomende scenario's waar fotografen mee te maken krijgen. Of je nu een doorgewinterde professional bent die op zoek is naar de fijnste details in je werk of een enthousiaste amateur die de kwaliteit van je drone en smartphone foto's wilt verbeteren, PureAll biedt de middelen om je fotografie naar een hoger niveau te tillen. Ik ben ontzettend benieuwd naar jullie ervaringen met PureAll of andere fotobewerkingssoftware. Hebben jullie specifieke technieken of instellingen binnen PureAll die je bijvoorbeeld graag gebruikt? Of heb je misschien wel een verborgen juweltje van software ontdekt dat vergelijkbare resultaten biedt? Deel je tips. Trucs en ervaringen in de reacties hieronder. Dit is niet alleen een geweldige manier voor ons allemaal om te leren van elkaar, maar het helpt ons ook om een gemeenschap te vormen waarin we onze passie voor fotografie en technologie kunnen delen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je het interessant vond en meer wilt leren over fotografie en de nieuwe software die je fotografie naar een hoger niveau kan tillen, vergeet dan niet om te abonneren op mijn kanaal. Heb je Pura al eens gebruikt of heb je vragen over wat we vandaag hebben besproken? Laat je gedachten en ervaringen in de reacties hieronder. Ik hoor graag van jullie. Tot de volgende keer. Ciao.